Welkom bij deze screencast over toepassing van statica. We zien twee krachten, F1 159 newton met een hoek van 12 graden met de verticaal in blauw. En in het oranje F2 106 newton met 14 graden met de horizontaal. Nou, de vraag is, hoe ziet de resultante eruit? Nou, maken we eerst een parallelogram. Zeg maar F1 eigenlijk, die, of F2 doortrekken hier. F1 zo, en dan zou de resultante... Die is dit, hè? Dit is dan de R. En dan zijn we geïnteresseerd in deze hoek. Die noem ik dan even theta. Hè? Dus we willen weten, R is hoeveel newton, hè? Dus de lengte. En de hoek, theta, is zoveel graden. Hè? Want de vector wordt gegeven door de lengte en de hoek. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we eigenlijk allemaal weten. Ik vind het zelf makkelijk om altijd even een nieuw driehoekje te maken. Want ik zie eigenlijk wel, als ik letters ga geven, bijvoorbeeld ik heb hier A en dan is dit punt B. Dan heb ik hier punt C en punt D. Hoeft op zich niet, maar als ik nou eens driehoek zo. Dus ik heb hier driehoek A, B, C. Dan kan ik de kleurtjes even geven. Dus dit is zeg maar die. Dit is F1, hè? Die is 106. Dan heb ik hier. Die, dat is 159. En ik wil die R graag weten. Die zit hier. Die lengte wil ik graag weten. Nou, stel nou dat ik deze hoek zou weten. Hè? Waar zit die? Hier. Dat ik die zou weten. Nou, weet je dan. Kan ik de cosinusregel gebruiken en dan kan ik de R oplossen. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, wat je zou kunnen doen is, zeg maar, als ik deze nou eens doortrek, zo, hè, die. Kijk, deze hoek die hier zit, daar kom ik volgens mij, want dat is volgens mij de hoek, dus deze hoek, dat is de hoek hier, die... nou, ik moet even anders tekenen. Dat is zeg maar deze hoek. Zie je dat? Die. Nou, die hoek, dat is eigenlijk 90 graden. Dat is zeg maar de hoek die hier zit. Min 12, min 14. Dus ik kan hier zeggen, deze hoek is 90. Min 12, min 14. Is 64 graden. Zie je dat? Is 64 graden. Nou, dan kan ik die wel berekenen, want dan is deze 180, namelijk deze rechte lijn die je hier ziet, min 64 graden, is 116 graden. Dus dat vraagtekentje kan hier wel weg, want ik weet gewoon dat deze hoek is 116 graden. Nou, dan ga ik in driehoek ABC, ga ik de cosinusregel toepassen. En dan zeg ik eigenlijk, oh ja, die resultant in het kwadraat is AB in het kwadraat, dus die 106 in het kwadraat, plus 159 in het kwadraat, min 2 keer 106, keer 159, keer de cosinus van die tussenliggende hoek, namelijk 116 graden. Zie je dat? Nou, als ik dat even uitreken, dat heb ik al even voor jullie gedaan, dan kom ik op iets van... 5, 1, 2, 9, 3,6. Daar neem ik dan de wortel van en dan krijg je R is iets van 226,5 newton. Zo, hè? Dus dan heb ik de lengte gevonden. Dus die kan ik dan invullen. Maar weet je, nu weet ik een hoek en een lengte. Want ik kan hier zeggen, ja, maar die R, dat is 226,5. Dan heb ik een hoek en een overstaande zijde. Dat klinkt als de sinusregel. Dus, wat gaan we nu doen? We gaan in diezelfde driehoek, A, B, C, doen we de sinusregel. En dan zeggen we dus, oh, dan is dus die 226,5, de R, hè, gedeeld door de sinus van die 116 graden, is gelijk aan, nou, wat willen we weten... Kijk, als ik deze hoek nou zou weten, die, hè, dan kan ik die natuurlijk optellen bij de
14 graden. En dan heb ik de hoek met de horizontaal. Zie je dat? Dus ik wil graag, nou ja, ik wil even die hoek, ik noem hem even alfa. Dus die, dan doe ik, en tegenover alfa ligt die 159. Dus dan heb ik hier 159. Gedeeld door sinus alfa. Nou, dan is de kwestie van kruislinks vermenigvuldigen. En dan zeg ik van ja, maar dan is sinus alfa is 159 keer sinus 116 gedeeld door 226,5. En dan kom ik uit op alfa is iets van, hè, dan moet ik de inverse sinus, maar dan kom ik uit op 39,1 graden. Terug naar de tekening, dus deze is 39,1 graden. Nou, ik wil weten de hoek met de horizontaal, dus daar moet 14 bij op. Dus die theta, klopt dat? Theta had ik die zo genoemd? Nee, niet. Jawel, hier die rode theta, deze hier. Dus dan kan ik zeggen, de theta is dan 39,1 plus 14 wordt dan 53,1 graden. Dus nu hebben we zowel de lengte gevonden, namelijk die 226,5, als de hoek 53,1. Dat was hem. Bedankt voor het kijken.